Suriname speelde twee WK kwalificatiewedstrijden. Afgelopen woensdag wisten wij te winnen met 4-1 van Sint Vincent en de Grenadines. En gisteravond, of liever gezegd gistermiddag, speelde Suriname op Anguilla tegen Anguilla. Op een heel slecht veld overigens. En Suriname won met 4-0. Overigens zouden we die wedstrijd met nog meer goals moeten pakken. Nou, vanmorgen was er een persconferentie. En aan Melzo zijn een aantal vragen gesteld. Wij hebben de volgende vragen gesteld. De eerste vraag was waarom er ten opzichte van de eerste wedstrijd 4 wissels gepleegd waren. En het resultaat viel toch tegen als je kijkt dat Suriname speelde tegen de nummer 206 op de FIFA wereldranglijst. Hebben we slechts met 4-0 gewonnen. En Menso antwoordde als volgt daarop. Na de eerste wedstrijd ga je met je beetje wissel spelen. En toen heb ik ook aangegeven, nee, ik ga niet met mijn wissel spelen, maar ik kijk wel hoe mijn elftal, hoe de spelers ervoor staan. Voor degene die mee is geweest, dat is volgens mij niemand hier. Het was een enorme zware reis na een zware wedstrijd. En dan ga je met spelers praten en dan hoor je dat spelers ja, best wel zware benen hebben. En dan maak je een keuze om te zeggen van ik speel liever met wat frisse spelers, om dan de andere spelers erin te laten komen die al 90 minuten in de benen hebben. Dat is de keuze waarom we onze voorhoede hebben vervangen. Jardy Hilterman heeft heel veel last gehad van de warmte in de thuiswedstrijd. Geraldo Becker had zware benen. En op de rechterkant heb ik gekozen voor Jayden Montnoor, omdat hij een goede indruk heeft achtergelaten toen hij inviel. Ik heb mijn middenveld laten staan. Ja, want dat vind ik wel een belangrijk, het hart van het elftal. Dat het samen moet leren spelen, vaker minuten moet maken samen. En achterin heb ik eigenlijk maar één wissel gepleegd, waarin ik eigenlijk ook twee wissels had moeten plegen. Ik wilde graag ook Van der Kust zien op linksback. Had niet gespeeld, was een frisse jongen dus. En eigenlijk had ik Anthony Dijksteel had ik niet moeten laten beginnen. Want die jongen speelt weinig 90 minuten bij zijn club. En hij moest nu in één keer 90 minuten spelen tegen Sint Vincent. En weer beginnen tegen Anguilla. Dat heb ik wel gedaan. En dat vond ik wel voor mezelf een verkeerde keus. Want ik heb eigenlijk de jongen ja, kwaad aangedaan. Uitslag, ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat was ook onze intentie. De jongens wisten dat en de jongens wilden dat. En ik denk dat je ook goed begint. Ik geloof dat je na 9 minuten dat je de 1-0 scoort. Maar ik denk ook dat de tegenstander heel bewust heeft gekozen voor deze setting, het veld. Tijdstip en de manier van spelen. En volgens mij hebben ze ook de scheidsrechter aangegeven dat hij zo moet fluiten. Want ja, het was duidelijk te zien dat we moeite hadden met het veld. Dat wisten we. Dat we moeite hadden met de warmte, omdat we heel... We moesten veel reizen. De dag voor de wedstrijd moesten we van Sint Maarten naar Anguilla. Ben je ook aan het reizen, ook in de warmte. De dag van de wedstrijd eigenlijk hetzelfde. Ja, dan zie je toch dat je tekort komt. En dat we deze jongens ook, en ik ook, gaan leren de wetten van het voetballen in de Caribbean. En dan is 4-0 inderdaad te mager. Het had er minimaal 8, 9 kunnen zijn, moeten zijn. Daar heb je dus gelijk in. Daar kan ik niks over zeggen. Ook werd aan Stanley gevraagd hoe hij de nieuwe spelers evalueerde met betrekking tot hun inbreng en de mogelijkheid ten aanzien van het spelen van meer oefenwedstrijden. Omdat hij ook aangaf dat hoe meer je speelt, hoe beter de ploeg kan gaan presteren. En zijn antwoord op deze twee vragen was als volgt. Ja, als je van achteruit kijkt met fase, dat is natuurlijk een keeper met heel veel ervaring. Heeft een jaar lang heel goed gespeeld, gedaan in de Eredivisie. En weet je, je moet altijd in verhoudingen kijken. Als ik eerlijk ben, had ik ook Vonkel kunnen opstellen.
de laatste wedstrijd tegen Anguilla, want Vaas heeft maar één bal gehad volgens mij. En dat was nog onze eigen schuld ook nog. Maar wat er al gezegd is, je zoekt naar een vaste kern, je zoekt naar een vaste groep die de toon zet in het elftal, die de toon zet in de wedstrijden. En daar kunnen deze jongens ook een hele belangrijke rol in spelen, samen met de jongens die al de toon hebben gezet. Kijk, Warner heeft niet gespeeld, heeft wel de halve wedstrijd gereisd om erbij te zijn. Maar hij is wel waardevol in de kleedkamer. Als we straks tegen grotere, sterkere tegenstanders spelen en er mocht iets gebeuren met je eerste of tweede keeper, dan is Warner wel een hele belangrijke schakel die je kan inbrengen. En dat geldt eigenlijk ook voor het middenveld, voor Kerk. Heel veel concurrentie. Voorin, op het middenveld iets minder en daar moeten we aan werken. Daar heb ik Brian Tevreden al aan het werk gezet. Dat we wat meer concurrentie op het middenveld mogen hebben. Wat andere verschillende types. Ik vind dat we te weinig diepgang hebben op het middenveld. Daar moet aan gewerkt worden. Dus ik denk wel dat deze jongens belangrijk zijn om het niveau, en dan heb ik niet alleen het voetbalniveau, maar ook het niveau van het zetten van de toon. En wanneer moeten we inderdaad gefocust zijn en wanneer moeten we inderdaad even de touwtjes laten hangen. Want dat is ook belangrijk in zo'n selectie, zeker als je zo'n tijd, 10, 12 dagen met elkaar samen bent. Moet je daar ook een hele goede balans in vinden. En daar kunnen deze jongens mij bij helpen. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat ze er zijn naast het voetballende gedeelte. FIFA geeft ons alleen deze ruimte die we hebben, die we niet krijgen. Andere momenten wordt lastig. Want de clubs bepalen gewoon of ze een speler ja of nee laten gaan. Dus daarom proberen we daar waar het kan zo maximaal gebruik te maken van een window. We zijn ook nu 29 mei begonnen in plaats van 2 juni. Dus dat is één. En twee, je probeert heel gericht te trainen aan de dingen waar je jezelf in moet gaan verbeteren. Want je hebt maar weinig tijd. Maar die ruimte is er dus niet. Als we een vrije of een vriendschappelijke window hebben, zouden we kunnen zeggen we gaan in plaats van wat we tegen Martinique hebben gedaan, in plaats van 2 wedstrijden spelen, we spelen er maar 1. Maar ja, een wedstrijd is ook een goede training. Dus je zit continu te balanceren van hoe kan ik het maximale halen uit zo'n window. En daar komen een heleboel aspecten bij kijken. Reizen, financiën, noem maar op. Dus het is niet makkelijk. Maar ja, we hebben er allemaal mee te maken, schijnbaar. En daarom zie je soms vreemde uitslagen of vreemde wedstrijden. Heel even Nederland, de eerste helft hebben ze was niet best. Omdat ze, en nou zullen zij al veel langer samen dan wij samen spelen. Maar zo kan je zien dat je toch wel tijd nodig hebt om goed samen te spelen. En die tijd krijg je niet van de FIFA. Ten slotte werd ook aan mensen gevraagd hoe het staat met de concurrentie. Vooral in de voorhoede zijn er heel wat spelers. En ja, op een gegeven ogenblik moet jij als coach aangeven van nou, jij zit vandaag niet in de basis. Hoe moeilijk is dat voor Stanley om dat te doen met de kwaliteit die elke keer binnenkomt binnen Nacho? Ja, er is heel veel concurrentie. En alleen ik kan er maar 20 meenemen, 23 meenemen. Ik kan er maar 11 opstellen. Zorg dat je bij die 20 bent of bij die 23 bent. En zorg dat je bij die eerste elf zit. En dan zal je waarschijnlijk een tevreden persoon zijn. Zo niet, moet je niet teleurgesteld zijn. Moet je gewoon doorgaan. Want er kan een moment komen dat wij, of het elftal, je wel nodig heeft. En zo zit de voetbalrij in elkaar. En dat is de enige boodschap die ik je eigenlijk, of ze eigenlijk had kunnen meegeven. Want ja, die keuze zal ik moeten maken. En die keuze maak ik in het belang van het elftal, in het belang van de groep. En niet op andere belangen. Ik maak keuze om te kijken wat maakt de groep sterker, wat maakt de groep
in staat om resultaat te halen. En dan moet je soms mensen teleurstellen. Ik heb aan het begin gezegd van, ik kijk naar spelers die kwaliteit hebben. En dat kijk ik nog steeds. Maar ik kijk ook naar spelers die fit zijn. Hè? Want je moet in een kort tijdbestek moet je 2 wedstrijden spelen onder soms moeilijke omstandigheden. En dan zie je toch dat je Dijksteel, die niet heel veel minuten moet spelen, of speelt bij zijn club, dat je die toch laat spelen. Maar op dat moment heb ik geen tweede rechtsback. Op dat moment kan ik kiezen voor een rechtsback uit Suriname bijvoorbeeld, die wel elke minuut speelt. Maar dan kijk je weer van, ja, wat is de kwaliteit, het kwaliteitsverschil. En dan maak je aan de hand daarvan een keuze. En soms is het oneerlijk ten opzichte van de ander. Hè, want de andere back, Haps, speelt niet de volle 90 minuten elke wedstrijd. En Van der Kus wel, maar ik kies toch de eerste wedstrijd voor Haps. Dat heeft te maken met andere aspecten. Haps is in mijn ogen wat fysieker, speelt in een hogere competitie, zit er al langer bij, ervaring. En dat zou dan heel, voor Van der Kus zou dat niet eerlijk zijn, maar aan de hand daarvan maak je keuze. Iemand met ervaring, kwaliteit, ja, en dan moet je soms mensen teleurstellen en dan mogen ze teleurgesteld zijn. Ik kan ze alleen maar aangeven, je moet doorgaan, want volgende week hebben we je gewoon weer misschien nodig en dan moet je er staan. Nou, voor wat WK-kwalificatie zit het er dan op? Volgend jaar juni speelt Suriname weer in WK-kwalificatieverband en wel op 6 en 9 juni als het goed is. En de tegenstanders zijn dan respectievelijk Puerto Rico en El Salvador. Overigens speelde El Salvador vanmiddag in Suriname een thuiswedstrijd van Sint Vincent en de Grenadines. De ploeg van Sint Vincent is gebleven in Suriname en ze hebben hun thuiswedstrijd hier gespeeld tegen El Salvador. En die thuiswedstrijd verloren ze vanmiddag met 1-3.